Kan een computer straks jouw vragen perfect beantwoorden? Dit is de Universiteit van Nederland. Kan een computer straks al jouw vragen perfect beantwoorden? Nou, over dat perfect dat weet ik nog niet zo goed en daar komen we later op terug. Maar een computer kan zeker nu al heel goed vragen beantwoorden. En de computer die het beste is in vragen beantwoorden, heet Watson. Is gebouwd door IBM in 2011, dus dat is alweer vijf jaar geleden. En Watson werd enorm beroemd omdat Watson meedeed aan, aan een televisiequiz in Amerika. Die quiz heette Jeopardy. En die bestaat al tientallen jaren. En in die quiz moeten kandidaten vragen beantwoorden over alle onderwerpen. Um, en tot ieders verbijstering deed Watson mee en won van de allerbeste menselijke spelers. En om jullie nu een, een gevoel te geven hoe goed Watson is in het beantwoorden van die vragen, wil ik eigenlijk een paar van die vragen op jullie uitproberen. Dit waren vragen waar Watson perfect het antwoord op wist. Oké, okay, klaar voor de eerste vraag. Deze vraag gaat over de Olympische Spelen van 2008. Welke Olympische kandidaat in 2008 werd met maar een honderdste seconde verslagen door Milorad Savic? Niemand die het weet. Uh, Watson, wat is het antwoord? Michael Phelps. Precies, het was de beroemde Amerikaanse zwemmer Michael Phelps, die van zijn laatste gouden medaille afgehouden werd door 100ste seconde. Oké, okay, ik geef jullie nog één kans. Nog één vraag die Watson ook uh, wist te beantwoorden. Um, de beroemde Braziliaanse componiste Villa Lobos schreef een stuk en dat heet Twaalf Etudes. Voor welk instrument zijn die Twaalf Etudes geschreven? Nou, jullie stellen me teleur, jullie weten het alweer niet. Watson, wat is het antwoord? Voor een gitaar. Precies, de twaalf etudes zijn etudes voor gitaar. <laughs> Heel goed. Uh, en Watson wist het antwoord op deze en honderden andere vragen binnen een fractie van een seconde te geven. En versloeg daarmee in die Jeopardy-quiz uh, mensen die miljonair geworden waren, omdat zij al maandenlang die quiz gewonnen hadden. En Watson wist ze allemaal te verslaan. Maar zulke enorme uh, slimme computers die alle vragen kunnen beantwoorden, die staan niet alleen maar in de kelder van IBM. Die zitten tegenwoordig ook gewoon in onze broekzak of in onze jaszak bij mij. Um, dus laten we eens even kijken hoe goed uh, die computers in onze jaszak zijn in het beantwoorden van, uh, van vragen. What are Leonardo da Vinci's most famous artworks? Leonardo da Vinci's artworks include Mona Lisa, The Last Supper, The Virgin of the Rocks. Pieces. Weer een perfect antwoord. En zelfs de zoekmachines zijn tegenwoordig heel goed in het beantwoorden van onze vragen. Als we soortgelijke vragen intypen in een zoekmachine, dan vinden we aan de ene kant van het scherm documenten waar we uh, kunnen lezen. Maar aan de rechterkant van het scherm staat informatie waar we kunnen zien wanneer Leonardo leefde, wat zijn werken waren, wie zijn tijdgenoten waren, enzovoort. Dus dat werkte allemaal heel erg indrukwekkend. En nu is natuurlijk de vraag: hoe werkt dat dan? Laten we eens kijken hoe jij die vragen zou beantwoorden. Wat zou jij doen als je met zo'n vraag geconfronteerd werd over de werken van Leonardo? Je zou naar het internet gaan en je zou naar bijvoorbeeld Wikipedia gaan om in de Wikipedia pagina over Leonardo da Vinci de antwoorden te zoeken. Zou een computer hetzelfde doen? Het antwoord is nee. En om dat uit te leggen, moet ik jullie een beetje een gevoel geven. Hoe het is om een computer te zijn. Dit is uh, hoe het voelt om een computer te zijn. Zo ziet een Wikipedia-pagina voor een computer eruit. Het ziet er een beetje uit als woorden en zinnen, maar je hebt geen idee waar het allemaal voor staat. Het zijn allemaal zomaar symbolen. Dus een computer kan niet uit de voeten met documenten die in mensentaal geschreven zijn. In plaats daarvan uh, moeten computers hun informatie op een andere manier verkrijgen. En dat doen ze door te werken met hele grote. Kennisnetwerken. En ik ga je nu laten zien hoe een zo'n kennisnetwerk eruit ziet, in dit geval het kennisnetwerk over Leonardo da Vinci. Een kennisnetwerk bestaat uit knooppunten en verbindingen tussen die knooppunten. De knooppunten, dat zijn de onderwerpen waar dat kennisnetwerk over gaat. En de verbindingen, dat zijn de relaties tussen die onderwerpen. Dus hier zien we een netwerk over Leonardo da Vinci. En uh, uh, hij heeft de Mona Lisa geschilderd. Michelangelo was een tijdgenoot, een van die andere knopen is vast uh, Italië, het land waar hij leefde. En je kunt je goed voorstellen dat op basis van zo'n kennisnetwerk de computer in staat was om al die vragen over Leonardo da Vinci uh, te beantwoorden. En natuurlijk is voor het beantwoorden van vragen over Leonardo da Vinci is een, een redelijk klein kennisnetwerk uh, voldoende. Maar wat voor een enorm kennisnetwerk zou Watson wel niet moeten hebben om al die verschillende vragen. Te beantwoorden. Dat zijn inderdaad heel veel grotere kennisnetwerken. En een van de beroemdste kennisnetwerken is gebaseerd inderdaad op Wikipedia. We hebben alle informatie, alle feiten uit Wikipedia hebben we omgeschreven naar zo'n kennisnetwerk. Dat levert een kennisnetwerk op met 600 miljoen feiten. Dus een kennisnetwerk van 600 miljoen verbindingen. En in dat kennisnetwerk staat informatie over wel anderhalf miljoen personen, over miljoenen plaatsnamen, over honderdduizenden muziekalbums, over een kwart miljoen diersoorten, over een kwart miljoen organisaties, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal opgeschreven in de vorm van zo'n kennisnetwerk, zodat computers daar vragen over kunnen beantwoorden. En ik wil jullie, uh, oké, okay, 600 miljoen, dat klinkt groot, maar ik wil jullie een beetje gevoel geven hoe enorm groot 600 miljoen is. En daarvoor gaan we het volgende gedachte-experiment doen. Denk even aan een golfballetje. Een golfballetje ongeveer 4 centimeter groot. En stel je voor dat elk feit ongeveer de afmeting van een golfballetje heeft. Hoe groot is dan 600 miljoen golfballetjes? 600 miljoen golfballetjes is genoeg golfballetjes om van de noordpool van de aarde dwars door de aarde helemaal naar de zuidpool te gaan. Golfballetje aan golfballetje. En dan ook nog eens... Van de oostkant van de wereld naar de westkant van de wereld te gaan. Ook nog eens met alleen maar golfballetjes. Van boven naar beneden en van links naar rechts, dwars door de aarde. Helemaal met golfballetjes. Dat zijn 600 miljoen feiten. 600 miljoen balletjes. En zelfs Wikipedia is eigenlijk nog maar een klein kennisnetwerk. Want het kennisnetwerk van Wikipedia is het centrum van een wereldwijd netwerk van netwerken. Heel veel verschillende kennisnetwerken, waar ook nog weer miljoenen en miljoenen feiten in zitten, zijn allemaal met elkaar verbonden. En hier zie je wat, wat je zou kunnen zeggen is de landkaart van al die kennisnetwerken ter wereld. Uh, en het kleine bolletje in het midden is Wikipedia met 600 miljoen feiten. Hoeveel feiten zitten er nou in al die kennisnetwerken bij elkaar? Dat kunnen we alleen nog maar schatten, omdat het zo'n ontzettend groot getal is. De beste schatting is dat dat 50 miljard feiten zijn. Hoe groot is 50 miljard feiten, als we dat weer proberen uit te drukken in uh, golfballetjes? Met 50 miljard feiten kun je van de bovenkant van de zon naar de onderkant van de zon en ook nog eens van de linkerkant van de zon naar de rechterkant van de zon. En de zon is duizend keer groter uh, dan de aarde. Dus dat is eigenlijk een enorm uh, succesverhaal. Dat gaat heel erg goed met al die kennisnetwerken. We kunnen daar uh, heel goed vragen mee beantwoorden. Uh, omdat ze allemaal in computertaal zijn opgeschreven. Wat zullen nu de toekomstige ontwikkelingen zijn? Hoe gaat dat zich verder ontwikkelen? En ik noem er twee. De eerste uh, ontwikkeling zal zijn dat computers steeds beter mensentaal gaan begrijpen. Zodat ze niet meer alleen afhankelijk zijn van die kennisnetwerken. Maar dat ze ook gebruik kunnen maken van documenten die in mensentaal geschreven zijn. En om heel eerlijk te zijn, gebeurt dat ondertussen ook al. Uh, Watson. Uh, haalde niet alleen zijn kennis uit die netwerken. maar Watson gebruikte ook al documenten in Mensentaal. Uh, en je merkte dat ik ook al vragen stelde in Mensentaal. en dat ik mijn antwoorden terugkreeg in Mensentaal. Nou, dat gaat nu nog heel vaak fout. maar uh, een belangrijke ontwikkeling zal zijn. dat computers steeds beter worden. in het begrijpen van de informatie. Uh, uit documenten in Mensentaal geschreven. Een tweede belangrijke ontwikkeling heeft te maken met dat woord perfect. Ja, de vraag was, zullen computers ooit al onze vragen perfect kunnen beantwoorden? Uh, nou ja, de perfecte antwoord op een vraag is niet altijd hetzelfde antwoord. Wat het perfecte antwoord is op een vraag, dat hangt ook vaak af uh, wie de vraag gesteld heeft en wanneer die hem stelde. Laat ik je in kort de context van de vraag. Laat ik je een voorbeeld geven. Um, stel ik wil weten, wat zijn de beste medicijnen tegen hoge bloeddruk? Nou, dat antwoord is niet voor iedereen hetzelfde. Dat hangt ervan af hoe oud je bent en of je nog aan andere ziektes leidt en of je al andere medicijnen slikt. Ja, um, dus dat antwoord dat is niet voor iedereen hetzelfde. En om dat perfecte antwoord te geven, zal de computer dus meer over jou te weten moeten komen en zal met jou in gesprek gaan. Met andere woorden, het stellen van vragen aan computers zal steeds meer een gesprek worden met computers, waarin die computer. Jouw context probeert te achterhalen en op basis van die context aan jou uh, het perfecte antwoord uh, weet te geven. Moeten we daar nou blij mee zijn? Is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, daar is wel iets over te zeggen. Um, bedenk eens even dat je datzelfde gesprek zou hebben met je arts hè, over medicijnen tegen hoge bloeddruk en jouw arts gaat met jou in gesprek en probeert voor jou het, het perfecte antwoord te vinden. Um, je vertrouwt erop. Dat alle informatie die jij aan jouw arts geeft over jouw leeftijd en andere ziektebeelden die je al gehad hebt en medicijnen die je slikt, je vertrouwt erop dat al die gegevens bij jouw arts in goede handen zijn. Maar is die informatie bij die computer ook in goede handen? Wordt die informatie over jou ergens opgeslagen? Wordt die informatie doorverkocht? Wordt die informatie hergebruikt? Wordt die misschien later gebruikt om te bepalen of je nog wel een ziektekostenverzekering kunt krijgen? Dat zijn allemaal heel serieuze zorgen over privacy. Kortom, computers zullen steeds beter worden in het beantwoorden van vragen, maar daarvoor zullen ze steeds meer over ons moeten weten. De oorspronkelijke vraag was, zullen computers straks perfecte antwoorden kunnen geven op al onze vragen? En het antwoord daarop is zeker ja. Maar om dat te bereiken zullen we veel informatie over onszelf moeten prijsgeven. En we moeten eerst maar eens heel goed gaan nadenken hoeveel we over onszelf willen vertellen in ruil voor die perfecte antwoord.